Sabrina Stulgens is één van de debutanten in de Giro Rosa. Ze heeft het prima naar haar zin in Italië en dat is goed te zien. Gisteren was best wel een rustige etappe, maar wel een hele mooie ervaring. Echt super druk langs de kant en ook bij de start. Echt heel mooi om te zien. Maar het was wel een hele hectische koers en continu opletten. Vooral in het laatste half uur en dat ligt mij niet zo. Dus ik kwam in de laatste 15 kilometer kwam ik ook helemaal niet meer naar voren. Ik probeerde het wel om voor het team nog de sprint aan te kunnen trekken, maar helaas was dat mislukt. Maar vandaag nieuwe kansen. Ja, vandaag nieuwe kansen. Gisteren heb je dus, was een beetje jouw doop. Je hebt er een beetje van kunnen genieten. Ga je vandaag knallen? Ja, ik hoop het wel, ja. Is dit echt een etappe voor jou? Nou, vandaag is het nog steeds wel een beetje een vlakke etappe. Er zit wel een rondje van 25 kilometer met een kort klimmetje erin. En ik denk niet dat de doorslag gaat geven voor... ik denk dat het gewoon weer een massasprint gaat worden. En dat is niet echt iets voor mij, maar ik probeer het team gewoon weer te helpen. En hopelijk een winst voor het team. De tweede etappe waren vier rondes van 25 kilometer in Ponta Cagnano. Met een venijnige klim van 15% die ook vier keer beklommen moest worden. Er zijn wel pogingen tot ontsnappingen geweest, maar het peloton blijft bij elkaar tot het einde. Daar wordt gesprint door Bronzini en Vos, maar Vos heeft problemen met haar pedalen. En Bronzini wint de etappe waar Vos in het roze blijft. Het rondje was vrij snel, er werd hard gereden, wel heel veel aanvallen. En het klimmetje wat in de ronde lag was ook nog best pittig, maar er lag te ver van de finish om beslissend te zijn. Het trok het peloton wel uit elkaar, maar de laatste 20 kilometer was duidelijk dat het toch... hoogstwaarschijnlijk een massasprint zou gaan worden. Dat werd heel goed voorbereid. Ik had een hele mooie trein, dus mijn ploeggenoten deden echt fantastisch werk. En het loopt hier licht af, dus het gaat loeihard. Wind je ook nog een beetje mee. Ja, dus echt heel hoge snelheid. En ik zat op kop. Bronzini kwam maar naast de laatste 50, 60 meter. We waren eigenlijk aan het sprinten voor de overwinning. Dus ik dacht nog, ik maak me nog een beetje kleiner. Ik ga nog iets meer voorover zitten. En toen reed ik met mijn voorwiel in een gat. Wat ik wist dat er zat. Ja, en daardoor schoot ik aan mijn pedaal. Ja, het eerste wat ik dacht was, ik ga hier nou met 70 km per uur echt vol over de kop. Dus eigenlijk mag ik blij zijn dat ik het heb gehouden. Maar ja, ik vind het toch een beetje jammer dat ik tweede word. En anders had ik misschien met een jump nog kort gekomen.